2 overvallen en een poging. Binnen 3 weken hier in Roosendaal. En we sluiten niet uit dat het om dezelfde dadergroep kan gaan. Het begint allemaal hier, bij deze cafetaria aan de Ambrozijnberg op vrijdag 12 april. Het is iets over 8:30. In de Roosendaalse wijk Tolberg is het op dat moment vrij rustig. Ook in de cafetaria aan de Ambrozijnberg is de grootste drukte voorbij. Er zijn geen klanten en dat zijn voor de medewerkers net die momenten om even de boel op te ruimen. Ze zijn zo bezig dat ze niet zien wat er buiten gebeurt. Meteen wordt er geschoten. De medewerker is zo geschrokken dat hij zich bijna niet durft te bewegen. Met wat briefgeld uit de kassalade gaan ze er vandoor en uit de cafetaria rennen ze dan hier linksaf het fietspad op. 2 gewapende overvallers die er niet voor terugschrikken om meteen te schieten. Bewakingscamera's hebben de overval en de daders vastgelegd. Ze zijn nog niet binnen of er wordt al meteen in de lucht geschoten. Het gaat allemaal heel snel, maar de dreiging is er niet minder om. Binnen een minuut rennen ze weer naar buiten. We zitten de daders even voor u stil. De man met de pistool is blank, een jaar of 20 en zo'n 1,75 meter lang. Hij draagt een korte zwarte jas en er is gezien dat boven zijn spijkerbroek een rode onderbroek uitkwam. Hij nam geld mee in een witte plastic boodschappentas. De tweede overvaller is getint en ook een jaar of 20. Hij was iets kleiner dan de ander, zo'n 1,70 meter. Heeft u een vermoeden wie dit kunnen zijn? Bel dan nu met de tiplijn 0800 60 70. Anderhalve week later is het weer raak, maar dan bij de Aldi supermarkt hier in het dijkcentrum. Het gebeurt dinsdagochtend, 23 april om 8 uur. En let op de broek van de voorste overvaller. Nummer 11 staat op zijn rechterbovenbeen. En ook hier witte tekens op zijn onderbeen. Let ook op zijn aparte loopje bij het wegrennen. Zegt dit u iets? Laat het dan nu weten. Meerdere getuigen zien de overvallers rennen, compleet met bivakmutsen. En het lengteverschil daarbij valt wel op. En bijzonder is dat een van de overvallers zijn bivakmuts aftrekt. En dan blijkt het te gaan om een wat magere, getinte jongen met een zeer kort geschoren kapsel. En dan wordt het donderdag 2 mei. Zo 's morgens vroeg tegen 6 komen de eerste medewerkers aan hier bij deze Lidl supermarkt. Zodra de medewerkers de winkel in willen, worden ze ineens van achteren belaagd. Maar de bedrijfsleider wordt zo boos dat de overvallers enorm schrikken en meteen op de vlucht slaan. Dit keer zijn ze dus niet eens binnen geweest, maar ze zijn wel gezien door bewakingscamera's in de buurt. Want die hebben ze vastgelegd op hun vlucht. Er komt eerst een brommer voorbij, met iemand met een zwarte jas, witte schoenen, een witte helm en een schoudertas. Eén van de daders, of misschien een hele belangrijke getuige. Iets later komen ze voorbij rennen, de 3 overvallers. Heeft u een vermoeden? Bel nu. Meteen na de overval op de Lidl is een speurhond ingezet en die pakte inderdaad een spoor op en dat liep hier over deze groenstrook in de richting van de rotonde. En vlak voor die rotonde op de president Kennedylaan zijn de daders rechtsaf geslagen. Het spoor liep verder hier over dit bruggetje in de richting van de Bandeliersberg en daar hield het op. De grote vraag is natuurlijk, zijn er mensen die die daders ook hebben zien rennen? En we willen heel graag weten op wat voor manier ze verder gevlucht zijn. 2 overvallen en 1 poging binnen 3 weken. Alle informatie en beelden hebben we ook voor u op onze website gezet. Waaronder ook die opvallende broek met witte tekens die een van de overvallers op de Aldi droeg. Heeft u informatie, reageer dan meteen. Dat kan gratis via het nummer van de tiplijn 0800 60 70. Maar ook zonder uw naam te zeggen kunt u iets doorgeven. Bel dan met M op 0800 7000.